Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Gaby van Peaceful Escape. Gaby is gespecialiseerd in het geven van massages en verschillende behandelingen aan mensen. En daar heeft ze dus een salon voor Peaceful Escape. En daar gaan we vandaag over praten met haar in Q-Time. What we need is a little Q-Time. Gaby, welkom in Q-Time. Dankjewel. Voordat we gaan praten over Peaceful Escape, we hebben een hele, hele mooie naam. Vertel ons dan wat meer over jezelf. Zo, ik ben 24 jaar. Ik hou van massages geven. En ik ben ook heel rustig van aard. En als ik hou van hou, dus ik meestal buiten de stad. Oké, hoe ben je erop gekomen om massage tot je voorliefde te maken? Hoe kom je erop? Het is sinds 16 jaar heb ik die urge, als ik het zo moet zeggen, om het te doen. Maar vanwege mijn leeftijd namen mensen me nog niet zo serieus. Waardoor ik moest wachten en die boeken lezen, trainingen volgen, kijken natuurlijk. Praten met mensen die medisch gericht zijn, die medisch volgen op school. Ik heb wel wat vrienden die ook in de medische richting zijn, waardoor wanneer ik met ze praat, dan geven ze me advies van nee, zo kan je het doen. Ze lenen me hun boeken ook en zo. En dat is het zo. Dus je hebt er wel werk van gemaakt in de jaren van groeien. Om jezelf wel bij te scholen en je te verdiepen in het geven van massages. Ja. Op welk moment doe je de overstap om daadwerkelijk ook een echt bedrijfje te starten? Het is begonnen in 2021, waar ik dan uiteindelijk mijn Zweedse massage cursus heb gevolgd, waar ik ook nu ben gediplomeerd daarin. Waardoor ik dacht van, nu is het eindelijk tijd. Ik ben ook als beste geslaagd natuurlijk. Omdat het al eenmaal in me zit en het is altijd mijn passie geweest. Dus ik heb mijn uiterste best gedaan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt nu een salon en het heet Peaceful Escape. En eigenlijk wil jij mensen letterlijk bieden wat het woord zegt, wat de naam zegt. Precies. Ja. Oké, je vertelde over de verschillende soorten massages die je doet. Kan je ons daar wat meer over uitleggen? Ja, er zijn verschillende massages die ik doe. Je hebt deep tissue, je hebt Zweedse massage, dat is ook even een relaxed massage. Je hebt scrub massages. Ik doe ook nog blessurebehandelingen. En warm en koude compress. Oké. Laten we een beetje dieper ingaan. Wat houdt een deep tissue massage in? Bij deep tissue is het meer dat je wanneer mensen knopen hebben. En het doet pijn. Meestal wanneer mensen knopen hebben, komt het door stress. So, wanneer je vaak een niet goede houding hebt aan het werk. Of je hebt heel veel druk aan het werk. Of weet je, bepaalde moeders ook. Ze moeten heel veel doen. Werk en ook nog moeder balanceren is ook een beetje stressvol voor het lichaam. We zijn allemaal mens natuurlijk. Dus wanneer het dan zo je lichaam steekt, die stress ophoopt, dan komen er dan knopen in je lichaam. En dan om die knopen los te maken, zodat er niet zoveel tension is op die plek, ga je dan deep tissue doen. Het doet namelijk heel erg pijn natuurlijk. Maar naarmate je komt, je wordt gemasseerd, het wordt losgemaakt, dan voel je een stukje beter. Dus deep tissue is meer drukken en knopen losmaken. Oké. En Zweedse massage, wat houdt dat in? Zweedse massage is, je gaat meer effleurage doen. Dus je gaat meer strijken over het lichaam met de platte hand. Deep tissue is meestal met je duim. En relax massage is meer met de vlakke hand. Dus je gaat gewoon even over die spieren om ze tot rust te brengen.
Oké, en Zweedse massage, is dat over je hele lichaam? Of ook alleen maar op Ja. de plekken waar je dus last hebt? Deep tissue, relaxer, scrub zijn allemaal voor het hele lichaam. Ja, oké. Ja. Okay. En je had het ook over warme en koude compressmassages? Ja? Warme en koude compressmassages is meestal wanneer we de spieren gaan verwarmen, is het meestal bij spierpijn, bij stijfheid, krampen. Bijvoorbeeld vrouwen die menstruatiekrampen hebben, dan gebruik je warme compress. En rugklachten, dan is het ook warme compress. Bij koude compress is het meestal zo dat we het niet direct op, dat ik het niet direct op de huid zet, maar eerst je zet eerst een dunne badoekje en dan zet je ijzer op. Dat is meer bij blessure of kneuzingen. Wanneer je blauwe plekken hebt over het lichaam, dan is het meer bij kneuzingen of je hebt een ontsteking of zo, dan gebruik je die koude compress bij ontsteking. Heb je ook een specialisatie in het behandelen van sportblessures? Want die zijn volgens mij best wel wat ingewikkelder om te behandelen. Ja, ik ben niet gespecialiseerd ervoor. Althans, nog niet. Ik ben wel bezig. Nog niet. Maar daarom doe ik voorlopig gewoon deep tissue Zweedse massage en warme en koude compress. Eigenlijk is sportmassage gewoon deep tissue massage, maar het is wat sneller. Oké. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel complexer kan zijn eigenlijk, hè, als je over een sportblessure praat. Ja, het is niet gewoon stress, het is echt, heeft echt iets te maken met zeg maar het overmatig inzetten van je lichaam op een bepaald punt, of een zwak punt, of een ongeluk. Oké, Gaby, hoe kunnen mensen met jou in contact komen voor meer informatie of het maken van een afspraak? Ja, ik ben op de app. En mijn nummer is ook te vinden op Facebook. Ja, dat zijn de twee. De twee hoe, waar het echt meer is. Natuurlijk heb ik ook een Instagram-account, maar dat is nog niet zo actief. Ja, Peaceful en. Escape moeten ze zoeken op social media. Yes. Peaceful Escape by Gabe. By Gabe. Oké. Okay. En dat ben jij, Gaby. Je Ja. werkt alleen tot op dit moment. Je bent de enige die verbonden is aan Peaceful Escape. Ja, hallo, ik ben de eigenaar van Peaceful Escape, als ik het zo moet zeggen. Maar bij koppelsmassages of zo heb ik wel dan mijn andere collega's die me daar willen helpen of willen participeren of me ondersteunen. Dan komen ze me helpen en dan verdelen we de profits gewoon. Oké, dus dat kan ook, koppelsmassage. Ja. En dat zijn relaxmassages, neem ik aan. Hangt er vanaf wat de klant. Ja, oké. Nou, Gaby, het was leuk om kennis te maken met jou en met je werk. Heel erg veel succes met Peaceful Escape toegewenst. Ja? Hetzelfde voor u. Oké. Werk je prettig. Dankjewel, jij ook. Bye. Dank u. Doei. What made is a little cute time. Dat was het kennismakingsgesprek met Gaby van Peaceful Escape. Ze legde uit over de verschillende massagesoorten die zij kan bieden. De Zweedse massage, de koude en warme compressmassages en de deep tissue massages. Peaceful Escape by Gabe, als u interesse heeft om deze dame op te zoeken voor een massage. Heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time? Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.